Mijn naam is Marieke Bremer, ik ben teamleider op Bladergroen en de eerste presentatie vanavond gaat over Bladergroen. Bladergroen, jeetje. Ons motto is doen wat werkt. Daar ga ik zo meteen van alles over vertellen. Bladergroen bestaat uit meerdere scholen en wij zijn een zorglocatie van Waterland. We nemen op dit moment even mee door onze school. Kijkt u vooral ook naar de foto's die u ziet. Ik ga zo meteen misschien wat snel door de presentatie heen, maar de hele presentatie kunt u terugvinden op onze website bladergroen.psg.nl. Nou, wanneer komt u in aanmerking voor Bladergroen? Dat is als uw kind recht heeft op extra ondersteuning binnen goed onderwijs. Wij zijn een zorglocatie voor heel Waterland. Dat wil zeggen dat we dus ook samenwerken met Lucius, met Triade, met Don Bosco en met de overige PSG-scholen zoals bijvoorbeeld Nelson Mandela en Anthony Caudi. Wat maakt dit zo bijzonder? Hè? Wij bieden natuurlijk onderwijs, maar zijn we ook een leuke school? Ja, uiteraard wel, want wij denken dat je alleen binnen leuke school goed onderwijs kunt aanbieden. Zijn wij alleen maar leuk? Nee, absoluut niet. Want er wordt ook heel hard gewerkt. En er moet ook heel hard gewerkt worden, want bijna al onze leerlingen hebben een leerachterstand of hebben op een andere manier speciale hulp nodig. Wat is er zo bijzonder aan onze school? Nou, bijzonder is dat uw kind niet alleen extra ondersteuning krijgt op het gebied van leren. Dat we ook aandacht besteden aan overige talenten. Het ene kind is nou eenmaal goed in timmeren. Het andere kind is goed in leren. Het andere kind is goed in sporten. En zo bekijken we wat het beste bij uw kind past. Wordt onze school ook uw school? Mijn collega gaat hier wat meer over vertellen. Goedenavond, mijn naam is Michael Meerhof en ik sta hier namens het praktijkonderwijs en ga u eerst nog wat vertellen algemeen over onze school. En later gaan we verder in op de drie deelscholen die net genoemd zijn. Wordt onze school ook uw school? Dat hopen we natuurlijk. Deze sheet is ook bedoeld om u als ouder deel te maken van het onderwijsproces, want wij vinden die driehoek super belangrijk en denken zelfs dat die essentieel is. We hebben daarom 2 maal per jaar een driehoekgesprek met u en met uw kind. In dat driehoekgesprek komen verschillende onderwerpen aan bod. Dat kan zijn leren, dat kan zijn gedrag, dat kan zijn de toekomst. En dat staat hier uitgesplitst in het OPP. Wat gaat over de ontwikkeling. En we besteden ook veel aandacht aan loopbaanoriëntatie. Waarin we eigenlijk verder inzoomen op de toekomst van de leerling en wat is nou een mooie route om te bewandelen, zodat je uiteindelijk weer gaat komen wat jouw doel is. In die gesprekken komen we steeds terug op vorige gesprekken en stellen we nieuwe doelen. De doelgroepen van onze school, daar hebben we net al wat over gezegd. We hebben dus een VMBO-tak die gericht is op kwetsbare leerlingen. Deze leerlingen hebben op de basisschool nog wat moeite gehad met aanhaken en maken een soort tussenstap bij ons op school. Veel leerlingen doen we in de eerste 2 jaar klaarstomen voor een overstap toch naar een reguliere middelbare school. Er is ook een groep leerlingen sinds 2 jaar die bij ons op school blijft, ook in de 3e en 4e klas en afsluiten met een diploma. En dit zijn leerlingen met een indicatie LWOO of met een arrangement. We hebben ook de doelgroep praktijkonderwijs. Dit zijn leerlingen die eigenlijk al in de hele basisschoolperiode wat moeite hadden om aan te haken. Op verschillende gebieden ook. We komen later nog op de toelatingscriteria van praktijkonderwijs. Een leerling kreeg maatwerk, liep leerachterstanden op en werkt vooral heel goed in de praktijk. Leert het beste door dingen te doen. En dit kenmerkt echt de doelgroep praktijkonderwijs. We hebben ook de doelgroep deelschool ISK in onze school zitten. Dat zijn nieuwkomers uit het buitenland tussen de 12 en de 18 jaar. En die zitten 2 jaar op onze school. En in die tijd zijn we eigenlijk voornamelijk bezig om de leerling klaar te stomen voor vervolgonderwijs. En dat kan zijn van praktijkonderwijs tot HBO of WO.
Dus dat is een hele grote range aan kinderen die we daarop binnenkrijgen. Wil ik nog één keer doorklikken naar de volgende? Even om u een inschatting te geven van de aantallen. Onze afdeling VMBO heeft op dit moment 135 leerlingen. Praktijkonderwijs 207. En daar zitten ook leerlingen van de entreeopleiding bij. Die wij ook intern aanbieden. Daar komen we later nog in de sheets op terug. En onze ISK-afdeling heeft op dit moment 36 leerlingen. Maar die groep die vult zich eigenlijk altijd aan tijdens het schooljaar. Omdat die gedurende het hele schooljaar bij ons binnenkomen. Ik geef het woord weer aan Marieke. Goed, ik ga het zo meteen hebben over executieve functies. Dat ga ik ook uitleggen. Maar voor ik dat vertel. De doelgroep van Bladergroen is dus heel divers. We hebben kinderen met een IQ van 55. We hebben kinderen met een IQ van 140. We hebben kinderen van 12 bij ons op school zitten. En er lopen ook kinderen van 21 rond. We hebben 31 nationaliteiten op dit moment. Dus als we vragen wat is een Bladergroen leerling? Ja, ik kan het antwoord niet geven. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze specifieke onderwijsbehoeften hebben. Ik ga u wat vertellen over executieve functies, omdat het bij ons een heel belangrijk onderdeel is. Executieve functies zijn eigenlijk de functies die nodig zijn naast het IQ. IQ is één ding, hè, dus hoe goed je kunt leren, hoeveel punten je daarvoor hebt gehaald op de NIO, die alle groep 8 leerlingen op dit moment aan doen zijn. Maar we hebben ook nog een andere belangrijke voorspeller van succes. En dat is onder andere hoe goed kun je beginnen aan de opdracht, hoe goed kun je plannen, hoe goed kun je organiseren. Al deze functies zijn voor ons in alle deelscholen heel belangrijk, omdat een grote mate van voorspeller is voor succes. En op deze functies zit ook juist de extra aandacht en de extra zorg bij ons op de locatie. We hebben het net over, mijn collega Michael heeft het er net al over gehad, de criteria voor toelating voor praktijkonderwijs pro of LWO. En met LWO bedoelen we ook dat u... er zijn twee manieren bij ons om op het VMBO te komen. Of een leerling heeft recht op LWO en dan zijn dit de wettelijke criteria. Of er wordt een arrangement aangevraagd. En een arrangement wordt door ons aangevraagd. Dat is op het moment dat de basisschool op sociaal-emotioneel gebied uitdagingen ziet, waardoor de leerlingen extra ondersteuning nog nodig hebben. Deze slide kunt u terugvinden. Ik heb hem er voornamelijk ook ingedaan, omdat er heel veel groep 8 docenten ook op dit moment meekijken. En dat ze weten waar ze de informatie terug kunnen vinden. Ik ga wat meer vertellen over de drie afdelingen. ISK stippen we heel kort aan. Maar ik ga met name wat vertellen over de VMBO-tak en mijn collega zometeen over praktijkonderwijs. VMBO, en ik heb heel veel slides daarvoor, maar gezien de tijd moet ik een heel klein beetje wat sneller, want ik denk dat er op de chat al behoorlijk wat vragen binnen zijn gekomen. Dat krijg ik net door van mijn collega. VMBO, nou ja, Marco heeft net al verteld, hè, voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan dus ook zijn dat u uw kind aanmeldt op bijvoorbeeld een collega-school van ons. Het Gerrit Rietveld, Anthony Caudi, Don Bosco, Triade, Clusius. Waarvan zij zeggen, goh, wij gaan even in overleg met Bladergroen om te kijken of wij de ondersteuning kunnen bieden. Of dat we toch adviseren om leerlingen eerst 2 jaar naar Bladergroen te gaan. Om daarna in te kunnen stromen in leerjaar 3 van de school waar u eigenlijk in eerste instantie misschien voor gekozen hebt. En dat heeft dan voornamelijk te maken met de doelgroep van onze school en de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften. We hebben dus 3 afdelingen, basis, kader en MAVO. En dat gaat met name om kinderen voor wie leren niet helemaal vanzelf gaat. Het te maken heeft met de werkhouding, gedrag. We noemen het welzijn van de leerlingen. Nou ja, veel kinderen en met name ook in deze coronaperiode hebben niet optimaal geprofiteerd van het online lesaanbod. Dus de leren- en ontwikkelachterstanden, nou ja, lichte gedragsproblemen, motivatieproblemen, systeemfactoren. U kunt het allemaal nalezen wat wij daarmee doen. En dat doen wij uiteraard niet alleen. Dat doen we samen met een heel team van professionals. Ik ga u wat laten zien wat de vakken zijn. Deze kunt u ook terugvinden, want ik weet dat kinderen het altijd heel spannend vinden. Maar wat ga ik dan leren? Nou, dit zijn de vakken. Onder andere zit er ook sectororiëntatie bij. Dus wat ga ik na de 2 jaar doen? En talentontwikkeling, om te kijken, goh, waar liggen nou mijn specifieke kwaliteiten en talenten? Ik ga u wat vertellen over het model waar wij mee werken.
Dat is ons onderwijsconcept, dat heet het faceringsmodel. En dat begint eigenlijk meteen bij intake. Op het moment dat een kind aangemeld wordt vanaf de basisschool, gaan we met een team professionals kijken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn. Dat doen we ook vaak samen in samenwerking met de overige scholen. En zodra we dat binnen hebben, kan een kind al dan niet bij ons geplaatst worden. Want niet alle leerlingen mogen naar Bladergroen. Daarvoor moet je wel echt extra ondersteuning nodig hebben. En ja, van ons team gebruik moeten mogen maken. Dat weten we vrij snel, hè, of dat kan of niet. En dan gaan wij de eerste dag, zolang de kinderen kennen wij dan allemaal nog niet, dan gaan we meteen met ze op kamp. Samen met een grote groep, ongeveer 1 op 5, gaan we mee. Want voor alle kinderen is het een beetje spannend om naar onze school te gaan. Voor ons ook. Pas na het kamp, tijdens het kamp, gaan we kijken hoe kinderen bij elkaar passen. Welke leerlingen we wel bij elkaar willen. Welke leerlingen we misschien wel niet bij elkaar willen. En welke mentoren daarbij passen. En dan gaan we eigenlijk meteen vanaf het begin van leer 1 in een klassentraining samen met de leerlingen. Om te kijken hoe we de kinderen een veilig en geborgen schoolbegin kunnen geven. Want wij snappen dat het heel spannend is om naar de middelbare school te gaan. Dus wij zorgen voor een soort zachte landing. Onze klassen zijn op alle afdelingen ongeveer 16 leerlingen groot, maximaal. Dus op dit moment zijn mijn eerste klassen, heb ik er 4 van, zijn allemaal rond de 14, 15 kinderen. Voor praktijkonderwijs zijn ze op dit moment ook rond de 14, 15. Nou, in fase 2 gaan we echt door met de werk- en leerhouding. Dat is niet precies op een half jaar. Sommige kinderen stromen wat sneller door dan andere kinderen. En in fase 3 gaan we, dat zit inmiddels in leer 2, op weg naar zelfstandigheid en samenwerken. En we gaan leren samen te werken. En dan gaan we door, want dan zijn we aan het afronden. En dan weten we naar wat de vervolgschool gaat worden voor de leerling. Dat doen we samen met u, dat wordt er continu in meegenomen. En dan gaan we het hebben over uitstroom bij ons. Leer 3 en 4 wordt door een groot gedeelte van de leerlingen gevolgd op de andere scholen. Op Rietveld, Anthony Gaudi, Nelson Mandela, Clusius, Don Bosco, Triade. Of een school buiten ons samenwerkingsverband. Sinds 2 jaar mogen we een kleine groep leerlingen zelf houden in het profiel dienstverlening en producten. Dat zijn kinderen die verlengde zorg nodig hebben. Dus dat zijn kinderen die bij ons op school hun einddiploma halen. En dan sluit ik mijn verhaal af met een echt diploma. En dan geef ik hem door aan mijn collega en dan gaat het over het praktijkonderwijs. Ja, dan gaan we het nog hebben over het praktijkonderwijs. En ook daar komen de leerlingen natuurlijk binnen in de onderbouw, leerjaar 1 en 2, die wij eigenlijk in één adem noemen, omdat dat een gedeelte is die wij, waarin wij de leerlingen zelfredzaamheid willen aanleren. Leerlingen komen bij ons de eerste dag binnen en dan gaan we de eerste 3 dagen een introductieprogramma doen met de leerlingen, waarin we kennis maken, waar we ook in gaan kijken hoe de groepen passen. En ook die lessen in de mentorgroepen verzorgen, zodat er een eenheid ontstaat in de klassen. En dat kinderen met elkaar leren omgaan. Groepen is net al verteld, inderdaad maximaal 16. En ze hebben een vaste mentor. En we hebben verschillende vakken in de onderbouw die heel erg uitgebalanceerd zijn. De theorie en de praktijk zijn eigenlijk vrijwel gelijk uitgebalanceerd. Links ziet u de theorievakken waar eigenlijk heel veel herkenbaarheid is, denk ik. De talen, rekenen. Dat zijn echt wel vakken waar kinderen moeite mee hebben die op het praktijkonderwijs komen. En die proberen wij op maat te bedienen. Dus we proberen kinderen op hun eigen niveau stapje bij beetje verder te brengen in hun schooltijd bij ons. Daarnaast ziet u de praktijkvakken. Die alle leerlingen 2 lesuren per week krijgen in de eerste en tweede klas. Dus dat is 1,5 uur per week. Gymnastiek zelfs dubbel, hè, twee blokuren per week. Waarin de kinderen zich gaan oriënteren op de verschillende gebieden. Maar waarin ze ook die zelfredzaamheid leren. Koken voor jezelf, dieren verzorgen, klusjes in en om het huis enzovoorts. Omgaan met geld.
Een grote, hele belangrijke pijler van het praktijkonderwijs is stage lopen. En nogmaals, onze kinderen leren echt het allerbest door dingen te doen. En om voorbeelden te zien en om in de praktijk bezig te zijn. Vandaar dat we eigenlijk al in het tweede leerjaar een start maken met stage lopen. En dat begint met de interne stage. En dat houdt in dat de kinderen in de school aan het werk gaan. Dat is onder andere de schoolkantine die gerund wordt door leerlingen. En dat doen ze eigenlijk om toerbeurt. Klussen in en om de school, buitendienst, de aula netjes houden, koffie rondbrengen in de school. Dat is allemaal wat door leerlingen uit de tweede klas gedaan wordt. En in die periode kijken we hoe staat een leerling ervoor. Is hij klaar om de stap buiten school te gaan maken? En eigenlijk halverwege leerjaar 3 zijn de meeste leerlingen daar klaar voor. En dan gaan ze 1 dag per week de school uit. En gaan zij op een leerwerkplek stage lopen en ervaring opdoen. Dat is ook het belangrijkste doel. Hè? Op tijd komen, je aan je afspraken houden. Dat is eigenlijk voornamelijk waar we in die tijd mee bezig zijn. Leerlingen wisselen eens in de 9 weken dan van stage, zodat ze... Nou, zodat ze in meerdere gebieden ervaring opdoen en dat ze ook gaan weten wat ze leuk vinden in de toekomst. We zijn dan inmiddels 14, 15 jaar oud en dan gaan we daarover nadenken. In de bovenbouw, en dat is bij ons leerjaar 4 en 5, lopen de leerlingen 2 dagen per week stage. En dat is echt al een bedrijf wat past bij de keuze die de leerling gemaakt heeft. Dus de keuze kan zijn techniek, kan zijn horeca, kan zijn zorg en kan zijn handel. En wij proberen die stage daar dan op af te stemmen. Zodat de leerling wat hij op school leert ook in de praktijk kan brengen op zijn stage. Rechts staat een slide die vooral op de bovenbouw en leerjaar 3 geënt is. Dus leerlingen kiezen in leerjaar 3, krijgen ze nog steeds theorie en praktijkvakken. Ze krijgen daar de keuze tussen techniek en dienstverlening en zorg. Horeca en dienstverlening en handel bieden we standaard aan, omdat heel veel leerlingen daar behoefte aan hebben. En in het 4e en 5e leerjaar kiezen de leerling 1 van deze onderdelen waarin ze verder gaan en waar ze ook stage in gaan lopen. Sinds een aantal jaar en sinds kort ook landelijk erkend is er een praktijkschooldiploma die waarde heeft gekregen en die wat ons betreft zeer waardevol is voor de leerling en voor ons, want we werken echt naar een einddoel toe. Bovenaan staat voor alle leerlingen is het diploma haalbaar, mits er motivatie is. Aanwezigheidsplicht is er natuurlijk. Stages is een heel belangrijk onderdeel, wat ik net ook al zei. Hè. Dus een voldoende stageafronding is echt een heel belangrijk onderdeel. Daarnaast vooruitgang laten zien op rekenen en taal. Hè. Dat meten we ook ieder jaar. Hoeveel is een kind gegroeid? En we hopen dat die grafiek omhoog loopt bij iedere leerling. En ook de prestaties bij de andere vakken, en die ronden we af met bewijzen en certificaten. Daarnaast ben je dan nog niet klaar bij ons op school, tenminste veel leerlingen niet, want daarna is er een keuze. Er zijn leerlingen die heel graag aan het werk willen naar het praktijkonderwijs. En die proberen wij richting een werkplek te begeleiden. Dat gaat heel vaak in samenwerking met de gemeente. Maar wij hebben ook een interne entreeopleiding. En 98% van de leerlingen die daarin start, haalt ook zijn niveau 1 diploma. En wij merken dat een zeer waardevolle manier is om kinderen een soort tussenstap te laten maken. Voor de kinderen die dat gegeven is om daarna een stap naar mbo 2 te maken. Waar we ook zien dat leerlingen van het praktijkonderwijs steeds meer kans hebben om daar ook een vakdiploma te behalen. Dus dat is een heel belangrijke toevoeging die wij in huis hebben.
Ja, mag verder. Ja. Oké, ik geef het woord nog even over aan Marieke. Nou ja, ondertussen heeft u natuurlijk al zelf heel veel vragen gesteld via de chat. En krijgen wij zometeen langzaam de meest gestelde vragen binnen. Ik zal u wel vast laten zien waar wij meteen op dit moment antwoord op geven. U kunt dit allemaal terugzien op ladegroen.psg.nl. Dat is de website. Mijn naam is Marieke Bremer. Dit is mijn e-mailadres en het telefoonnummer van de school. Mijn collega Michael Meerhof gaat voornamelijk over praktijkonderwijs. Bij mij kunt u terecht over VMBO en ISK vragen. En onze zorgcoördinator, want ik kan me ook voorstellen dat u heel veel zorgvragen heeft. Dat is mevrouw Meijer en haar e-mailadres staat hier ook in beeld. Inmiddels hebben we de meest gestelde vragen en we gaan proberen om er met z'n tweeën antwoord op te geven. Ja, dat gaat goed komen. Eerste vraag is voor mij handig. Wat is er mogelijk na het praktijkonderwijs? Ja, dat stond net ook in de laatste sheet, maar ik kan me voorstellen dat wat snel is gegaan. Na het praktijkonderwijs is een mogelijkheid werken. Er is ook een mogelijkheid tot de entreeopleiding op het Bladergroen, die ik net verteld heb. Dan ga je op onze school een MBO 1 opleiding doen in je vertrouwde omgeving. We werken aan je zelfstandigheid. En er zijn leerlingen die daarna gaan voor een MBO 2 opleiding. Daarin zijn we afhankelijk van het toelaten door de ontvangende school. Maar er zijn steeds meer leerlingen die daar succesvol in zijn. Maar het is heel erg leerlingafhankelijk. En eigenlijk in de driehoekgesprekken met ouder, leerling en met de mentor komen we daar steeds op terug op die vraag. Wat zou jouw route kunnen worden naar jouw einddoel? Is dat onderwijs? Is dat werk? En wat zijn de stappen die we daarin kunnen nemen? Ik hoop dat ik de vraag zo beantwoord heb. En anders zeg het nog even in de chat als het nog niet duidelijk is. Was er nog een vraag? Even kijken hoor. Is er een mogelijkheid tot een diploma op het VMBO op het Bladergroen? En wat is het verschil in diploma? Goeie vraag. Er is voor een groep leerlingen een mogelijkheid om bij ons op school een VMBO basis- en kaderdiploma te halen. In het profiel dienstverlening en producten. Wij doen het altijd in samenwerking met alle andere scholen. Wij kijken of een leerling verlengde zorg nodig heeft. Dat doen we eigenlijk al bij binnenkomst. Kijken we welke leerling we verwachten wat de uitstroomperspectief is. Of dat bijvoorbeeld naar het Clusius is, of dat naar Gerrit Rietveld is. Of het uitstroomperspectief misschien is. We verwachten dat deze leerling zijn carrière voortzet op Bladergroen. Dus daar kijken we altijd naar. En sinds vorig jaar is onze eerste lichting 100% leerlingen geslaagd op basis- en kaderniveau voor dienstverlening en producten. Dat zijn de twee meest gestelde vragen die wij op dit moment hebben binnengekregen. Ik heb nog wel eventjes opgezocht wanneer onze meeloopdagen zijn. Dat is misschien interessant. Op bladergroen.psg.nl kunt u zich digitaal aanmelden. U niet zelf natuurlijk, maar uw kinderen voor de meeloopdagen. De eerste is op 24 november. Daar is nog wat plek. Ik geloof het niet zo heel veel, maar er zijn nog een aantal plekjes. Op 12 januari is er nog een meeloopdag. En op 2 maart. En ons open huis. En we hopen echt dat het live is. Zodat u ook de sfeer kunt proeven bij ons op school. En de docenten kunt spreken. Maar ook met name de leerlingen kunt spreken die bij ons op school zijn. En de mensen van de ouderraad. Hoe het is om een kind bij ons op school te hebben. Die is op 10 februari. Dat is op woensdag 10 februari in de avond. Ik denk dat ik hem hierbij moet afsluiten. Want ik moet mijn collega's van het Clusius de kans geven om ook hun presentatie te geven. Dus alle vragen die kunt u nog stellen zometeen in de chat. Daar zitten wij nog een tijdje. En anders via de e-mailadressen die u hier in beeld ziet. En wij hopen u binnenkort te zien bij ons. En het liefst natuurlijk.